hebben. Het idee achter het verhaal is dat mijn hand in de speeltuin van verf dat onbekende landschap leidt, waar ik nog nooit ben geweest. Het geeft me het gevoel alsof ik weer thuis ben. Ik word overspoeld door de indringende inspiratie als ik in het dal onder de cypressen zomaar zit te zitten. Dan kan ik de stilte horen als lawaai, naar landschappelijke kleuren die vibreren in de hemel, grafische structuren in de bergwanden waar paradijsvogels hun nesten bouwen, waar jongen uitvliegen als vreemdelingen die capriolen maken in de lucht. Hier ben ik nog niet klaar. Piet van Riel is in 1951 geboren in Oosterhout. Volgens Piet was het een heel zware bevalling, omdat hij naar buiten kwam met toen al een penseel dwars in zijn mond. Dit soort humor kenmerkt Piet. Hij is een immer vriendelijke en sociaal voelende man, wars van alle autoriteit en kunstmatig gedoe. Zijn immer lachend gezicht wordt in positieve zin gemarkeerd door een altijd gedragen, opvallende zwarte hoed en in de zomer een luchtige variant. Als Piet zijn hoed afzet, zou je een kale kop verwachten. Maar dat is een misvatting, want over de aanwezigheid van een mooie bos haar heeft Piet niets te klagen. Wanneer het even tegen zit, gaat hij niet bij de pakken neerzitten, maar bedenkt een effectieve oplossing met een originele grap die door anderen meestal hooglijk wordt gewaardeerd. Piet van Riel is een echte Oosterhouter, geboren in de Korte Hoogstraat. Kort na zijn geboorte verhuisde Piet naar de Rulstraat, waar hij 22 jaar op twee verschillende adressen woonde. Voordat Piet als zelfstandig kunstenaar aan de slag ging, heeft hij nog wat andere beroepen gehad. In de tussentijd bleef echter de wens kunstenaar te worden. Als autodidact leerde hij zichzelf met vallen en opstaan technieken en inzichten, die zich in de loop van de jaren ontwikkelden tot de huidige, zeer kenmerkende stijl met sprekende en soms heel wilde kleuren. Waarschijnlijk om de vele fraaie bonte kleuren van de paradijsvogel vergelijkt Piet zichzelf ook graag met de mannelijke paradijsvogel. Piet van Riel is zoals iedere kunstenaar angstig voor het begin. Het lege doek, het witte papier. Hij zegt daarover: ik ben bang voor het witte papier, maar toch wil ik werken aan dat nieuwe werk, aan een nieuwe ontwikkeling. Vage lijnen brengen mij even op de goede weg. Vaak word ik geholpen door mijn schetsen, die ik de hele dag door maak. Die schetsen zijn als het ware de bouwtekeningen voor een nieuwe creatie. Abstracte is natuurlijk, vaak wordt er wel gezegd, is dat makkelijker of is het moeilijker, maar als ik
realistische schilders zie, die hebben altijd een voorbeeld. Waar ze ook kijken, en ook portretschilders hebben een voorbeeld. Maar de abstracte kunstenaar, die blijft op zoek naar iets waar geen voorbeeld van is. Dus je kunt niks opzoeken in boeken of wat dan ook. Je moet het vanuit je hoofd, van je eigen beleving, naar het abstraherende, naar het abstracte. En als ik dan begin met een nieuw schilderij, is het vaak die worsteling, de strijd die ik aan mijn hand vertrouwen. En waar het ertoe leidt, dat weet nog niemand van tevoren. Dat is nou de uitdaging van het abstracte. Maar natuurlijk is het voor mij veel moeilijker dan realistisch. Maar van de andere kant is het ook veel meer een uitdaging om scheppend en vernieuwend bezig te zijn. Piet combineert het schilderen met het gebruik van minder geëigende materialen. Hier ziet u bijvoorbeeld een recente productie van kunstwerken tijdens zijn studiereis in 2013 in Griekenland. Naast water, ecoline en andere ingrediënten gebruikt hij ook zeezout om een bijzondere structuur in de afbeelding te creëren. In 1969, dus 45 jaar geleden, nam de jeugdige Piet van Riel, die toen 18 jaar oud was, samen met beginnend kunstenaar Jan van der Bos het initiatief voor een eigen expositie in de kelder van de Pannenhoef in Oosterhout. Het was een soort instuif waar iedereen boven de 16 jaar binnen mocht komen. Eveneens in 1969 ontstond de Devil's Art Home aan de Grote Braak 18 in Oosterhout, opgericht en geleid door Piet van Riel. Er werden toen 15 olieverfschilderijen tentoongesteld. In Dagblad De Stem werd in 1971 melding gemaakt van de komst van een groep uit Roosendaal die in de ruimte van de Devil's Art Home zouden optreden, waarbij de bezoekers zelf aan het spel konden deelnemen. Enkele jaren later kreeg Piet van Riel de smaak van exposeren te pakken. Gesteund door de Oosterhoutse werkgroep Cultuur van de gemeente Oosterhout ging hij samen met 10 andere Oosterhoutse kunstenaars naar het buitenland, de stad Lier in België, waar allerlei kunstzinnige producten werden tentoongesteld. Deze tentoonstelling werd door de VVV tevens aangegrepen om Oosterhout als stad te promoten. Voor het eerst had hij zijn eigen expositie met 15 tot 20 schilderijen in het Zoldertheater aan de Zandheuvel 60. In het interview zegt Piet dat hij eigenlijk een winterschilder is, omdat hij dan de kriebels krijgt van de mooie landschappen die hem zeer inspireren tot nieuwe kunstuitingen. 13 jaar na de expositie in Lier in België organiseert Piet van Riel een expositie in het Museum van Temse in België. In deze periode komt Piet tot de ontdekking dat hij te veel somber gestemde kunstwerken creëerde. Vanaf dit moment zijn de werken veel kleuriger en vrolijker geworden en heeft hij intussen weer een flinke productie van dit genre schilderijen gerealiseerd. Zoals altijd heeft Piet in het desbetreffende interview een opvallende of filosofische uitspraak. Dit keer zegt Piet dat kunst bij de opvoeding hoort en dat hij dus onbewust bezig is met opvoeding. Geen overdreven stelling als we zien hoe gedreven Piet met kinderen
tijdens cursussen en workshops bezig gaan zijn. Dus heel voorzichtig, en niet meer zo ver, maar zo een beetje en dan goed afdoen en dan schilderen. Dus binnen de 5 seconden. Als we de individuele vermeldingen bekijken, zien we uiteenlopende organisaties en evenementen waarvoor Piet actief was of nog steeds is. Hier een kort overzicht op het wereldwijde internet. We zien nu verder een aantal activiteiten waarbij Piet van Riel het afgelopen decennium betrokken was. Ook tijdens de festiviteiten van Oosterhout 200 jaar gaf Piet van Riel een performance weg op een groot podium op de markt in Oosterhout. Na eerst de schetslijnen te hebben aangebracht, knalde Piet de felle kleuren, vergezeld van stevige muziek, op het megagrote schilderij. Voor Oosterhout een ongewoon gebeuren, schilderen terwijl er honderden mensen nieuwsgierig staan te kijken. Honderden basisschoolleerlingen maakten in het voorjaar van 2009 kleurrijke vreemde vogels, die in de week van 11 juli het Oosterhoutse slotpark vulden. Het project maakte deel uit van een kunstproject dat kunstenaar Piet van Riel had opgezet in het kader van de festiviteiten rond 200 jaar Oosterhoutse stadsrechten. Dit project bestond uit verschillende onderdelen. Alle leerlingen van deelnemende scholen moesten een vreemde vogel maken. Daarnaast moest elke school een auto beschilderen. Die staan hier voor de finishing touch opgesteld. De dansfabriek van Tamara Snoeren gaf later op de dag een performance weg bij de inmiddels fraai beschilderde auto's. Mijn idee hangt op een hele bijzondere plek
Galerie Trappengang hebben we het allemaal gelanceerd. Het voordeel is dat het iedereen mag en moet zien als je naar boven gaat. En ook mag en moet zien als je naar beneden gaat. Ik moet jullie allemaal nu feliciteren met eigenlijk het resultaat. En ik ben er zelf nog eens aandachtig langs gelopen. En ik had de indruk dat ik ben geslaagd. Omdat ik het gevoel heb, en als ik het resultaat zie, dat ik geen les geef. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Want stel dat hier 20 rieltjes zo hangen, dan denk ik, nou, die is wel heel erg met zichzelf bezig. Het allerbelangrijkste, zeg ik ook altijd op de cursusavonden van, het is het allerbelangrijkste dat je je handen leert vertrouwen en intens kunt genieten. Ik wil ook de kinderen, er zijn er nog twee, ook nog eventjes extra in het zonnetje zetten. Die hebben wel een thema gekozen, de boot. En jongens, geweldig gedaan. Ik vond het top. En je hebt denk misschien wel de mooiste plek gekregen. Ja. Alle drie. Ja. Ja. Daar kun je het op hooghoogte. Maar goed, het kwam zo uit en ik denk ik moest ook de kleuren een beetje bij elkaar houden. U heeft ook werkstuk gemaakt, begrijp ik, bij de cursus van Piet Vriel. Ja, ja? Klopt. Kunt u er iets over vertellen, hoe dat verlopen is? Nou ja, we spreken dan eigenlijk altijd af of dat we een bepaald thema gaan aanhouden voor de expositie. Ja. En iedereen kiest eigenlijk toch wel een beetje wat hij zelf wil maken. En dan, het resultaat dat hangt dan hier. Hè. Dus, ik zeg al, daar waar nodig krijgen we de hulp bij. En je kan eigenlijk doen wat je zelf wil. Ja. Bent u tevreden over de cursus ook? Helemaal. Ja. 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 Ja, het is ook een stukje gezelligheid, hè? Ja, dat is waar. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Hoe is het u bevallen? Nou, goed. Ik ben dit jaar pas voor de eerste keer bij Piet als cursist. En ik vind het heel leuk. Ik had al eerder werk van Piet gezien. En ook al eens op zo'n open atelierdag een keer wezen kijken. En toen dacht ik, dat vind ik hartstikke leuk, dat kleurige en zo. Maar ik heb nooit geschilderd. Ik heb ook tegen Piet gezegd, ik kan nog geen poes tekenen. Oh. Maar toen zei hij, nou kom toch maar dan moet je maar van die poes af. Hè. Je gaat het gewoon proberen. En dat is het helemaal bij Piet. Hij laat jezelf gewoon werken. En dat is het leuke, dat is het speelse. Ja, heel leuk. Ja, tot ziens. Ja, hallo. Hallo Piet, ook leuk om te kijken. Ja, oké. Fijne paar dagen en een goede zomer. Tevreden over belangstelling? Ja, heel erg belangstelling. Ja. En dan op goede vrijdag en dat bijna alle cursisten met de partner zijn, is bijzonder. Dus dat wil zeggen dat ze dan toch nauw betrokken zijn en zich thuis voelen in zo'n cursus. Om dan toch even een uurtje van de alle vrij te krijgen daarvoor. Ik vind het, ik vind het knap. Voor mij is het echt een hele goede vrijdag nu. Ja. En dat het een geslaagde opening is. En dat we hier toch in galerieën Trappengat mogen hangen. Ja. Ik vind het bijzonder. Ben je over de kwaliteit van het werk ook tevreden, Piet? Wat de cursisten gemaakt hebben? Ja, daar beslis ik eigenlijk zelf niet over. Wat is kwaliteit? Het straalt af dat het een enthousiasme bij de mensen is. Het straalt af dat het de spontaniteit is opgezet. En dat ook, wat ik in de opening zei, dat ik geen les geef. En dat je het heel duidelijk kan zien, dat ik geen les geef, maar dat je wel kan zien dat mensen de handen leren vertrouwen en intens genieten van de materie in de speeltuin van verf. En de wandeling naar een schilderij is vaak mooier dan het schilderij. En dat is nou duidelijk. En dat iedereen zijn eigen handschrift heeft geschilderd, vind ik bijzonder. Maar vooral ook de drie kinderen die vooraan hangen, is een oogappeltje voor de tentoonstelling. Daar ben ik heel erg blij mee. Niks mooier dan een vrouw. Ik dacht het niet. Ik dacht aan jou. Niks mooier dan een vrouw. Ik dacht het niet. Ik dacht aan jou. Handen omhoog. Is er iets mooiers dan een vrouw? Ik dacht het niet. Ik dacht aan jou. Dus jullie direct praten over de eieren, wat erin zit, hoe ze gemaakt zijn en wat eruit gaat komen. Straks of morgen, vandaag. Kunt u mij iets over het project vertellen?
Ja, zeker. Wij zijn van basisschool Menora en wij doen ieder jaar 2 projecten waarbij we in ieder geval 1 keer per jaar ook een kunstenaar uitnodigen. En Piet is een graag geziene en welkom kunstenaar bij ons op basisschool Menora. En in het kader van de werkplaats die 2 keer 4 weken per jaar op de Menora plaatsvindt, vrijdagmiddag, heeft Piet met groep 8 deze keer gewerkt aan een afscheidscadeau wat hier op het grasveld staat en vanmiddag aangeboden wordt aan onze directeur en de school uit handen van de wethouder, mevrouw Carla Bode. En wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk om te doen. Ja? En we hebben eieren gemaakt de eerste week. Heb je die zelf gemaakt, die eieren? Ja, iedereen heeft een eigen ei gemaakt. Alleen een paar zijn gesneuveld. Ja? Die zijn geklapt. Oh. En wat vond jij ervan? Ik vond het ook heel erg leuk. En die nest, ik weet niet hoe ze die gemaakt hebben, maar het ziet er heel spectaculair uit. En ja, ik vond het zelf fantastisch om te doen. Ja? Hey jongens en meisjes, hoe hebben jullie die eieren gemaakt? Nou, we hebben eerst ballonnen opgeblazen. Daarna met kranten, ja. Met lijm en papier-mâché. Daarom moesten we het opdrogen. En toen hebben we het wit geverfd. Toen hebben ze helemaal wit geverfd. Ja. Oh, en ze waaien er niet uit? Nee, want ze zitten vast met een lusje en een touwtje. Oh, heel goed. Aan het nest. En de nesten, hoe hebben jullie die gemaakt? Nou, eerst hebben we pellets. Ja, pellets. En daar hebben we het dak op en flessen hebben we eronder gedaan, waarom? Zodat ze niet zingen. Dan blijven ze onder de pellets. Want anders drijven ze niet. Oh, het is voor te blijven drijven. Ja. En de takken erop, waar hebben jullie die takken gehaald? Overal. Overal. Ze waren aan het snoeien dus. Oh, en het was wel een leuk project om te doen. Ja, ja, heel leuk. Cool. En we vinden jullie zelf van het resultaat? Heel mooi. Ja, mooi. Mooi. Heel en wat mooi. Denken wat eruit komt? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Ja, raken. Ja, ook een magisch. Volgens mij iets wonderlijks. Iets magisch. Ja, iets wonderlijks. Het smotteren van de Efteling. En het nieuwe leven in deze vijf. Ja, mooi. Goed zo, Brit. Netjes maken. Keurig. Brit, kijk eens niet!
een beetje koud. Alles lekker. Ja, alles lekker. Een beetje. Ik heb nog 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 een beetje. En jullie moeten heel eventjes stoppen. Even die verf pakken, want dan halen we deze stijger heel even. Verken, laatste nootjes. Samenwerking voor de Nederlandse. We hebben de bloei van ons jong dynamisch bedrijf. Moet eens kijken. Is dat nog een mooie volgende? Ergens niet. Ergens niet iets wat er niet aan komt. Nou, dit is wel de leukste school van Oosterhout. Ja, allemaal vreemde vogels. We zijn bezig geweest met het beschilderen van een container hier zo. En dat hebben we gedaan omdat de school 40 jaar bestaat. In het verleden op een andere school heb ik met Pieter ook samengewerkt. En dat waren eigenlijk hele aardige contacten, moet ik zeggen. Pieter kan op een fantastische manier met de kinderen overweg. En nou ja, vandaag is met de kinderen deze container weer bij de kop gepakt en beschilderd. En we hopen dat die tot in lengte van jaren tot het boegbeeld van de school mogen. Piet van Riel had zeer unieke spaarpotten gecreëerd. Elke spaarpot was immers op een andere manier en met andere vormen en kleuren geschilderd. Met de gespaarde inhoud kan vervolgens een kunstvoorwerp worden gekocht. Dat ik opereerde met Anneliesbrug. En ik denk, goh, als het maar goed afloopt, want het was toch in de buurt van de edele delen. Ik denk, nou, en ja, doordat ik heb geschilderd, was de angst weg voor de operatie. En voordat ik wakker werd, was het gebeurd. En ik denk, het is goed dat ik dat gedaan heb. Dat is heel mooi. Het is al heel oud, uit 93 zelfs. En het is compositie keramiek, omdat ik vroeger ook nog met klei heb gespeeld. Zo ieder kind wel met klei, maar als echt op de schopschijf nog. Keramiek gemaakt en om die sfeer en terug te brengen, ook heel veel zand erin gebruikt. En olieverf, dus een schitterend schilderij. Ook al is het dan wat ouder, maar voor mij is het een goed gevoel. Dus ook de oerheid vanuit de natuur, de natuurproduct, ook de natuurkleur. Thank you.
Heb je het er druk mee? Heb ik het er druk mee? Ik denk, ik heb ze druk aan zelf veel. Die volgt me nu al een jaar. We zijn een film op het opnemen van Piet Verhuur. En de moes was ook een vereist in Slot Zeist. Dat er een film voor mij was. En dat is een film van Slot Zeist. En die muziek van heel jaar. Om inspiratie op te doen maakt Piet van Riel vrijwel dagelijks een boswandeling in de vrije natuur. Hij treft daar vaak door de natuur zelf gecreëerde situaties aan die hem inspiratie geven voor nieuwe kunstwerken. Grillig gevormde takken van bomen liggen soms zo voor het oprapen. Voor de belangrijke expositie in Slot Zeist werden diverse nieuwe kunststukken gerealiseerd in deze watertoren in Maden. Omroep Brabant besteedde ook aandacht aan de schilderactiviteiten van Piet van Riel in de unieke watertoren. Dit alles in het kader van de aanstaande expositie in Slot Zeist. De conservator van Slot Zeist erop en zegt: meneer van Riel, zou u het leuk vinden om in oktober bij ons te exposeren, want wij zijn de agenda aan het samenstellen. Nou, ik schrok bijna mijn dood, ik denk. Piet van Riel in Slot Zeist uit Oosterhout. En natuurlijk heb ik volmondig ja gezegd. Daar hoeft u niet lang over na te denken. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee, want u schaart zich wel in een mooi rijtje daar. Ja, een hele mooie rij, want ik heb ook nagekeken. En dan Karel Willink, Karel Appel, Anton Rooskens, Thorop, Karel Willink. Ik denk, potverdikkoppen, Piet van Riel daarbij mag horen. Dan is het toch wel goed. En het voelde na een tijd wel, goh, dit is toch, mijn zoon zei ook van, dit is een bekroning op je werk.
In het jaar van het nieuwe millennium zegt Piet in een interview dat je pas kunstenaar bent als anderen je zo noemen. We luisteren naar Frans Peters, vriend van het eerste uur, over zijn kijk op de door Piet van Riel geproduceerde kunst. Nou, ik ken heel goed een van zijn oudere werken, want die heb ik zelf gekocht. Het was het goede gesprek, of ik noem het ook het gebed van drie monniken in Abdij. Die fantasie heb ik daarbij, dat beeld heb ik daarbij. Staat ook in het boek van Piet. En alles wat eruit voortgekomen is, is daar heel erg in contrast, in tegenstelling. Dus al het kleurrijke van wat hij de afgelopen periodes allemaal heeft gedaan. Dat is iedere keer weer een verrassend nieuw. Iedere keer verrast het mij van, oh, ja, ja, oh. Dus het heeft ieder werk van Piet vind ik op zichzelf staan, maar het is heel herkenbaar door de beweging, door de kleuren. En ja, dat uitbundige, dat, niet dat ik dat nou allemaal even mooi vind, maar dat hoeft niet, kunst hoeft niet mooi te zijn, maar Piet prikkelt, zijn kunst die prikkelt. En die kleuren die zijn ook heel verrassend dat hij die combinaties dus maakt. En ten behoeve van de gemeente Oosterhout maakte Piet van Riel openbare kunst in de vorm van drie stoelen die werden geplaatst in het stadspark. De stoelen kregen de namen Horen, Zien en Zwijgen. Na beschildering werden de stoelen van Piet van Riel geplaatst in het stadspark van Oosterhout, waar passanten relaxed kunnen genieten van al het moois dat daar te zien is. Van 22 oktober tot en met 1 december 2013 was er in Slot Zeist een expositie met het werk van Piet van Riel. Er waren tekeningen, schilderijen en objecten van zijn hand te aanschouwen. Ook dit keer. 20 oktober 2013 was een belangrijke dag voor Piet van Riel. De tentoonstelling werd officieel geopend door de cultuurwethouder van de gemeente Zeist. Kunsthistorica, en die zal ons verder inleiden in de wereld van Kees de Waal en Piet van Riel.
We kennen elkaar al van zo uit begin jaren 80. Toen ik in Oosterhout in opdracht van de gemeente af en toe tentoonstellingen maakte. En ook ooit een tentoonstelling toen van Piet heb geopend. Dat is leuk. Dus ik ben op zoek gegaan naar Kees de Waal. En vanaf dat moment tot op heden heb ik eigenlijk in de loop der jaren heel veel contact met hem gehad, over hem geschreven en af en toe wat geopend. Ze hebben met elkaar gemeen, deze twee heren, dat ze allebei workaholic zijn. Ongelooflijk bezield door hun werk. Ze hebben beide een groot en gevarieerd oeuvre. Maar ze werken, en dat zult u straks ook wel zien, dat hebt u ook al toegelicht, totaal verschillend. Het zijn twee verschillende mensen. Ieder op geheel eigen wijze. Dat ziet u nu ook, met zijn onafscheidelijke zwartfilte hoed. Alle kunstmanifestaties in Oosterhout en Brabant bezoekt. En in de loop der jaren een bekende Brabantse schilder is geworden. Men vond eigenlijk die avant-garde schilders heel eng. Ze noemden ze communisten en een bedreiging voor de samenleving. Maar nu zijn wij, het grote publiek, in de loop der jaren min of meer aan abstracte kunst. Aan abstracte kunst. In deze iets bijzondere tijd, het is geen crisis, maar het is een andere tijd dan wij. Ik noem dat geen crisis, maar iets andere tijd. Het is een spaargeld die je niet open krijgt, maar dan kun je sparen een appeltje voor de kunst. De expositie ging tevens gepaard met de première van een korte documentaire over het leven en werk van Piet van Ril. En speciaal de werkwijze waarop de getoonde kunstwerken geproduceerd werden in een oude watertoren aan de rand van de Brabantse Biesbos. Ja, het is, voor mij is het, toen ik klein was, was ik al gefascineerd en bezeten van kunst. Ik was ontzettend nieuwsgierig van hoe het in zijn werk ging om als kunstenaar te kunnen mogen leven. Ik was zeer gefascineerd door Vincent van Gogh, later. En wat vond u ervan? Ik vond het heel erg leuk. We zijn uit Oosterhout gekomen, we kennen Piet persoonlijk. En zijn werken vinden wij heel erg leuk, vooral voor kleuren. Ik in het bijzonder voor een leuke kleur, directe kleur. En ja, Piet is ook een hele leuke man, dus het past goed bij elkaar. Ja, een leuke middag zo, met een prachtige entourage. Heeft u de film ook bekeken? Ja, we hebben de film gezien, die was mooi gemaakt. Oh ja? En de andere kunstenaar, die kende ik niet. En dat is een heel ander soort werk, ook mooi, niet direct mijn stijl. En, maar ook een leuke man, leuk interview ook. En ik vond het ook leuk om nu te horen vandaag dat Piet dus een atelier heeft in die toren. Dat wist ik niet. Ik dacht dat hij alleen thuis een klein atelier had, maar hij werkt dus ook vanuit de toren. Zoals nieuw. Wat vindt u van zijn kunst? Heel leuk. Heel vrolijk en ik word er heel blij van. Ja. Dank u. Dank u. In de Take 5 in Oosterhout, op de nieuwe locatie in de Arendshof, midden in het centrum, een schitterend concept heeft Theo hier bedacht om samen met het Uitpunt, het VVV Oosterhout en een redactie van BN De Stem. Iedereen is hartelijk welkom, staat er hier ook. Het is een schitterende combinatie van lezen en nieuws. Dus kom binnen. Het is ook acryl op doek. Dat is een ruige landschap.
En ik heb het eigenlijk vertaald als een, in een moderne jasje gestoken, gewoon een polderlandschap waar de bomen staan, waar twee boerderijen, eigenlijk is het abstraherend opgezet, maar wel heel wild en ruig opgezet. Dus twee boerderijen met rieten daken. En sommige mensen zeggen ook, dit is een broodje hamburger dat erin is. Maar gewoon de lagen, de structuren, de vlakverdeling van een heel ruig landschap. En het is heel fris en vrolijk opgezet. Ik ben er heel erg blij mee. Al de kleurcontrasten van het rood en van het geel. En dus het lichtval van de zon, maar ook het blauw van het water. Wat hadden jullie vroeger wel eens? Nou, dan wilden wij ook inderdaad zwerven en dan wilden wij arm zijn. Hè? Dan, wij vonden ook toen, van, ja, dat was toen ook kwam een beetje het voorbeeld van de Parijse kunstenaars. Hè? In armoede wordt de mooiste kunst geboren. Dat is de cobra-lui. Ja, precies. Ja. In armoede van, maar wel ontbering dat... Ja. Werkt ook op de creativiteit en maakt mensen scheppend natuurlijk. Okay. Hè? Dat, ja. Maar jullie hadden zo'n luxe leven dat je daar vrijwillig voor kon kiezen. Juist. Om een arm of vrijgebond te zijn. Juist. Dat is ook een fake. Ja, nee, dat was ook echt. Nee, dat was het. Maar dat is wel een Nee, maar ik denk als je jaar of 17 jaar 18 bent, dan kijk je zo romantisch wel wat leven toe, denk ik. Oh, hè? Ja, dan, ja, en een weekend alleen water en brood. Zo jongen, nou, midden in de winter. Midden in de winter, ja, dat neem ik gewoon. Dat was eigenlijk te kwellen. Zo. Ja, en hier ook. Wat vindt u van de verschillende schilderstijlen die Piet de afgelopen decennia heeft ondergaan? Nou, ik vind in ieder geval dat de stijlen, voor zover ik Piet ken, dat hij ook wel het innerlijke waar Piet mee bezig is, waar hij op dat moment zit, dat hij die weer kan vinden in die stijlen. Die geeft hij ook goed weer. Beginstijlen vond ik heel aansprekend, sprak me ook heel erg aan, dat donkere, dat sombere. Tegen het kleurrijke en het fantasievolle van nu, zeg maar. Ja. Vindt u dat de technieken ook zijn veranderd? Ja, ik denk van wel. Ik heb niet zoveel verstand van techniek, maar ik denk wel dat hij gebruikt heel veel verschillende technieken. En het hangt natuurlijk ook een beetje van schilderij of welke techniek dat daar het beste bij past. Maar en hij is natuurlijk wel gegroeid ook in het gebruik van allerlei verschillende technieken. In de beginperiode was het toch wel veel dezelfde techniek en nu past hij ook wel andere toe naar mijn idee. Weet u waar Piet zijn inspiratie vandaan haalt? Ja, dat denk ik wel te weten. Ja. Ik denk vooral uit de natuur. Dat hij heel veel uit de natuur haalt. Wandelingen, veel natuurwandelingen in de bossen. Gewoon maar genieten van de omgeving. Dat vind ik ook wel kenmerkend van Piet. Piet kijkt heel goed. Piet ziet heel veel in zijn omgeving. En dat zie je dus ook weer wat terug in zijn schilderijen. Nou, ik heb er niet zoveel kijk op. Ik ken Piet al vanaf de periode dat hij met wat meer naar buiten ging treden. Dat Theo Kussen zich over hem ontfermt. Maar daarvoor heb ik Piet ook al leren kennen, maar niet als kunstenaar. Gewoon als mens die ik tegenkwam en die mij dus boeide. Gezien zijn uitbundigheid en zijn verhalen en zijn... Ja, zoals Piet is, en daar is hij nooit in veranderd, dus of zijn technieken zijn veranderd. Hij maakt af en toe andere werken, werkt met hout en hij werkt ook met zand. En ja, en om dat nou zo technisch te noemen, het blijft wel de stijl van Piet. En iedereen herkent ook het werk van Piet. Zou je nog graag zien dat Piet een geheel ander soort kunstwerk zou maken? Nou ja, dat doet hij volgens mij al, hè? Want hij
Hij maakt natuurlijk veel verschillende soorten kunst. Hè. Hij doet ook ruimtelijke objecten. Hij maakt vissen, vogels. Hij ziet ook heel veel dingen in de natuur liggen. Gewoon stukken boomschorsen, boomstronken. Waar hij van alles mee maakt. Hij heeft gelast. En dat heeft hij ook altijd al gedaan. Van een serie nijptangen die in elkaar gelast worden. Ja, tot een boomschors die, zoals daar staat, die op een vogel in de vlucht lijkt. Dus nee, ik denk dat Piet vooral moet blijven en moet blijven doen wat hij nu doet en wat hij zichzelf het beste bij voelt. Dus. Zou u nog graag zien dat Piet een geheel ander soort kunstwerk zou maken? Nee hoor, ik vind het allemaal prima. Voor mij hoeft het niet. Daar zorgt hij zelf wel voor, want kijk, in Oosterhout zijn banken door hem beschilderd, zijn objecten gemaakt die ergens verrassend in de sloot tegen kunt komen. Je kunt niet zo gek denken of Piet maakt van iets. Die maakt van niets iets, dus hij kan van iets kunst maken. Dus laat hem maar zijn gang gaan. Weet u waar hij zijn inspiratie vandaan? Uit zichzelf. Hij projecteert het wel naar de natuur, maar het komt uit zichzelf. Dat is... hij is zijn eigen inspiratiebron en dat is ook in die zin dat hij vaak genoeg heeft aan zichzelf. En veel kunstenaars zijn over die eigen heimers en Piet is een hele grote, dus hij kan, nee maar dat is ook zijn inspiratiebron. Ja, daar kan ik natuurlijk ook de nodige anekdotes. Maar Piet zit vol van zijn eigen ideeën en heeft ook overal heeft hij een mening over. En ja, dat is vaak ook verrassend van, oh, heb je daar ook nog iets over te vertellen? Luisteren doet hij minder goed, maar toch moet je ook naar Piet luisteren. Dus je moet naar Piet zijn kunst kijken en je moet naar Piet zijn verhalen luisteren. Ja, dat. Maar of Piet nou zo luistert naar de verhalen die ik te vertellen heb of een ander, daar twijfel ik af en toe wel eens aan. Maar hij heeft genoeg aan zichzelf. Als verf schreeuwt om hulp, dan ben ik degene die de druk van de verfpot haalt. Door het verzetten van deze materie en vervolgens de verf het veld instuurt om landschappelijk te ontwaken. De witgele zon die het nog natte landschap laat drogen tot een volmaakte schoonheid.